Ja, om Henny weer te zien. Dit is tamelijk aangrijpend voor je. Ja. Dat is de violetste lieder is dat. Ja. En dan zie je Henny Jurriëns dansen en... Ja, en de, ja. Alles wat er gebeurt. Combinatie van mensen en combinatie van tijd. Die heel... Ja. Heel mooi is. Mooi. Is het bij jou zo dat de herinnering snel mooi wordt? Niet heel snel. Hè? Niet heel snel. Maar ik ben misschien wel vatbaar voor situaties en herinneringen. Weet je precies wat er dan bij je aangesproken wordt? Ja. Het onvermogen om dingen te houden zoals ze zijn of waren. Om gelukkig te zijn op het moment zelf misschien? Nee hoor, ik ben op de momenten zelf kan ik ook heel gelukkig zijn. Maar je had, zoals het toen was, wat langer zo willen hebben. Ik bedoel, Henny die er niet meer is, dat is toch verschrikkelijk. Maar ook als danser, als medewerker, als vriend. Ja. Nou, alles. Sowieso. Ik had allemaal aantekeningen gemaakt, natuurlijk. Okay. To live or to dance. Dat was een. Rode schoentjes. Ja, dat was rode schoentjes. Ja. Wat zou je zeggen? To live. To live. En wat zou je, ja, en wat zou je eerst gezegd hebben? To dance. To dance. Nou, dan is je leven toch, dat is dan toch nog waard geweest. Op donderdag 4 juli in NOS Cultuur op Radio 5 ook een interview met Rudy van Danzig. Dus donderdag 4 juli om 4 uur op Radio 5, 1008 kHz of 298 meter.